Voor naar de volgende spreker. Dat is Joelle van den Broek, Principal Consultant Smart and Safe Mobility bij TNO. En daar is ze niet te stoppen. Ze heeft echt een ontzettende drive. En handig als je in de automotive sector actief bent natuurlijk. In haar rol verbindt ze partijen, mensen, kennis, ambities. Dat alles om samen te werken aan de uitdagingen voor de sector. Dus daar kan zij als geen ander over vertellen wat die uitdagingen nou precies zijn. En ook de kansen die er liggen. Joelle, ik zag je al. Welkom. Ja, dankjewel Anita voor de introductie. Ook heel fijn. Ik ga mijn presentatie opstarten. Ja, eens even kijken of dat zonder problemen gaat. Volgens mij zouden jullie nu mijn scherm moeten zien. Ik zie iets gebeuren. Ja, dat gaat helemaal goed. Oké, dank je. Ja, goedemorgen. En dank ook voor de introductie. Bij mij wordt mijn scherm nu zwart. Zien jullie mij nog wel? Ja. Ja. Het gaat goed. Even kijken hoor. Zo. Ik wil u inderdaad graag meenemen in de uitdagingen en kansen die we zien op het gebied van slimme mobiliteit. Zoals Anita al zei, ik ben al een hele tijd bezig met het werkvlak van slimme mobiliteit. En mijn hele leven al bezig met innovatie. Waarvan de laatste 12 jaar dus op het gebied van slimme mobiliteit. En juist dat mobiliteitsveld vind ik heel erg interessant, omdat er zo ontzettend veel in beweging is. Heel veel vernieuwing, ook heel veel noodzaak tot vernieuwing, grote systeemveranderingen op snijvlakken van verschillende sectoren. En dat maakt dat het voor mij een super intrigerende wereld is, waar nog heel veel te bereiken is. En daar hoop ik u de komende 10 minuten in mee te nemen. En als het over uitdagingen hebt, gelijk maar met de grootste uitdaging te beginnen. We willen natuurlijk allemaal naar een schonere wereld met geen emissies, met geen dodelijke ongelukken, liefst helemaal geen ongelukken natuurlijk. En ook geen files en ander oponthoud. Nou, dat is aan zich al een hele uitdaging. Zeker als je ziet dat tegelijkertijd eigenlijk onze behoefte aan mobiliteit alleen maar aan het toenemen is. Dat zie je in de steden, die natuurlijk steeds voller lopen, waarbij we het wel belangrijk vinden dat het leefbaar blijft. Dat zien we ook in de logistiek, met name op logistieke knooppunten die steeds groter en complexer worden. En we zien het ook op de corridors, op de snelwegen. U kent natuurlijk allemaal het fenomeen file. Daar hebben we de laatste 1,5 jaar wat minder last van gehad, maar de verwachting is dat dat toch nog steeds toeneemt. En wat we ook constateren is dat het aanleggen van meer wegen niet altijd meer de oplossing is. Dus daar ligt nog wel een uitdaging te gaan. Want als je aan de ene kant de groeiende behoefte hebt aan mobiliteit en aan de andere kant naar die zero's toe wil, dan kan het niet anders dan dat je met slimme oplossingen moet komen. En dat is waar slimme mobiliteit om de hoek komt te kijken. En ik roep ook altijd, ja, slimme mobiliteit, dat is niet het doel. Dat is het middel voor een heel complexe dilemma waar we voor staan komende jaar. En dat zie je dus ook gebeuren. Je ziet dat er een aantal grote ontwikkelingen zijn die maken dat onze mobiliteit aan het veranderen is. Dat we allerlei nieuwe voertuigsystemen zien. We hebben net al een heel mooi voorbeeld gehad van Lightyear. Als je kijkt wat die grote bewegingen zijn, dan gaat het om de energietransitie die ons ertoe dwingt om naar andere brandstofvoorzieningen te gaan, naar elektrificatie. Dan heb je het over automatisering van verkeer. De zelfrijdende auto is daar natuurlijk een sprekend voorbeeld van. En je hebt het over digitalisering, toename van het gebruik van data, Internet of Things, mobility as a service, de hele data-economie. En nou ja, dat maakt dat we steeds meer vernieuwing zien in de transportmiddelen en de manier waarop we ons voortbewegen. Nou, dat noemen we slimme mobiliteit. Dat is natuurlijk eigenlijk een vergaarbak aan allerlei ontwikkelingen die gaande zijn. Ik wil er even een aantal uitlichten. Linksboven, CITS, het staat voor Connected Intelligent Transport en SICOM staat voor Connected Automated Mobility. Ja, dat gaat over automatisering en digitalisering van voertuigen, maar daarmee ook de omgeving van die voertuigen. En
daar is natuurlijk al flink wat jaren het een en ander op gaande. Dat staat nu ook echt op het punt om wat grootschalig op de wegen te komen. Met ook weer een aantal complexe vraagstukken van dien. Mobility as a service. Hè, dat gaat over hoe kan je nou zo efficiënt mogelijk van A naar B komen. Even kijken, mijn scherm wordt nu weer zwart. Mobility as a service. Hè, zo snel mogelijk van A naar B komen. Gebruik maken van allerlei services en diensten. En ook de op dat moment beschikbare mobiliteitsdiensten die jou het meest efficiënt van A naar B kunnen brengen. Dan heb je nog allerlei nieuwe mobiliteitssystemen. Denk aan inzet voor drones, voor logistiek pakketjesvervoer. Maar ook allerlei nieuwe light electric vehicles, zoals Segways, elektrische steppen, speed pedelecs, et cetera. Ik begreep van de RDW dat er volgens mij afgelopen jaren iets van 22 nieuwe type voertuigjes zich aangediend hebben in die klasse light electric vehicles. Dat is nog best wel wat. En zonder slimme logistiek, noemde hem net ook al even, juist door gebruik van data zie je dat die logistiek enorm aan het veranderen is. En waar ze daar natuurlijk naartoe willen is uiteindelijk seamless logistics, self-organizing logistics. En daar spelen nog wel wat complexe vraagstukken omheen, omdat je eigenlijk ziet dat al die systemen niet goed op elkaar aangesloten zijn en daar ook echt nog wel wat verbetering nodig is. Nou, en die ontwikkelingen die gaan heel erg hard. Ja, wat ik wel aardig vind aan het plaatje linksboven, dat gaat over het aantal jaren dat het duurt voordat een nieuw product wat op de markt geïntroduceerd is, ook daadwerkelijk 100% in de markt gepenetreerd is. Dus als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de koelkast, die is ergens rondom 1920 geïntroduceerd, dat heeft wel 30, 40 jaar geduurd voordat er in elk huishouden een koelkast stond. Nou, je ziet dat die lijn steeds steiler wordt als je kijkt naar de mobiele telefoon of een magnetron. Ja, dat heeft slechts enkele jaren geduurd voordat iedereen zo'n product had. Nou, ik verwacht eigenlijk dat het ook zo gaat met automatische voertuigen. En nou ja, je hebt net het succesverhaal van Lightyear gehoord, hoe snel dat gaat. Die doorlooptijden worden steeds sneller. En dat komt ook door de digitalisering. Rechtsonder de wet van Moore. Die gaat over de snelheid waarmee transistors ingezet worden en geproduceerd worden ten behoeve van digitale systemen. En eigenlijk geldt al 50 jaar de wet waarbij die snelheid zo groot is dat eigenlijk elk 2 jaar de hoeveelheid van de digitale informatie net zo groot is als al de jaren daarvoor. Nou, dat is natuurlijk echt gigantisch, zo'n exponentiële groei. In het plaatje rechtsboven ziet u een voorspelling waarbij je dus ook ziet dat door die digitalisering ook op het gebied van modaliteit en de manier waarop we ons transporteren, de telecomsector het voor een deel gaat overnemen van de traditionele mobiliteiten. Ofwel, onze mobiliteit gaat de komende jaren enorm veranderen. We zitten in een transitie en het is niet dat we zomaar her en der iets nieuws introduceren. Nou, eigenlijk ons hele mobiliteitssysteem gaat over de kop, verwachten we. En dat betekent dat we nieuwe systemen moeten gaan opschalen. Maar dat betekent ook dat we oude systemen moeten gaan afbreken. En juist op dat kruispunt wordt het heel complex. Want dat betekent dat we komende jaren oude en nieuwe systemen door elkaar heen hebben. En hoe ga je dat nou op een veilige manier doen? Hè? En dat is eigenlijk de volgende uitdaging. Hoe gaan we nou zorgen dat die hele transitie plaatsvindt? Zodat we aan de ene kant die zero's bereiken. Hè, dat het inderdaad veiliger wordt met minder emissies en minder voertuigverliesuren. Maar dat we tegelijkertijd wel maximaal profiteren van de economie en zo min mogelijk risico's krijgen. Dus naast de uitdaging waar ik mee begon, hè, die contradictie tussen aan de ene kant mobiliteitsgroei en aan de andere kant naar de zero's, komt er eigenlijk nog een nieuwe uitdaging bij. Want doordat we die nieuwe ontwikkelingen nodig hebben om die eerste uitdaging te introduceren, zie je dat die nieuwe technologieën en die nieuwe ontwikkelingen ook weer een nieuwe uitdaging met zich meebrengen. Namelijk dat die nieuwe systemen,
dat die ook moeten werken. Dat daar zo min mogelijk risico's mee gepaard gaan als het gaat over de verkeersveiligheid en dat de impact daarvan zo groot mogelijk wordt. Dus ook daar ligt weer een uitdaging om dat op een goede manier te doen. Allerlei uitdagingen die eigenlijk gekoppeld zijn aan die hele systeeminnovatie. Waar we aan de vooravond staan om dat op een goede manier te doen. En dat wil ik nog wat verder toelichten zo. Maar misschien eerst even deze. Hè. Ik schets de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit. Maar wat je ziet is dat er niet alleen die nieuwe mobiliteitsontwikkelingen nodig zijn. Hè, maar ook ontwikkelingen op het gebied van de technologieën en methodologieën om dat mogelijk te maken. En dat aan zich levert ook weer allerlei nieuwe industrieën en producten en diensten op, waar we komende jaren mee te maken zijn. Dus het is echt ook een sector waar een enorme economische groei in te verwachten is. Het is mooi om trouwens ook te zien dat onze vorige Tech Delta ging over de energietransitie, hè, nu mobiliteit, mm-hmm. en de volgende gaat over Key Enabling Technologies. En zo zie je dat eigenlijk alles wel weer in elkaar doorgrijpt. Ja. Ja. Ja, dat is ook een mooi bruggetje naar mijn volgende slide, want dat is wat het ook heel erg lastig maakt. Juist ook als je kijkt naar mobiliteit, doordat het allemaal met elkaar verbonden is, wordt het ook wel complexer, omdat je eigenlijk je systeemgrenzen verschuiven. Ja, waar je vroeger eigenlijk een simpele wereld had met de automotive-industrie, de service providers, de verkeersindustrie, de overheid die verantwoordelijk was voor het verkeer op de weg, moeten die nu samen een nieuw systeem gaan leveren. En dat systeem bestaat dus uit systeemonderdelen met hele andere type eigenaars, met hele andere ontwikkelculturen. En die moeten ineens samen dat perfecte, optimale systeem gaan leveren. En om het nog wat complexer te maken, die systeemonderdelen hebben ook allemaal een andere levensduur. Want ja, een stuk infrastructuur wordt vaak voor 30 jaar neergezet en afgeschreven. Terwijl een app op je smartphone, die gooi je misschien na 2 uur al weg als die niet doet wat je moet doen. Dat levert ook hele lastige vervangingsvraagstukken op. Hè? Want moet je nou wel dat snelwegportaal nog vervangen voor komende 30 jaar? Als je weet dat binnen 10 jaar eigenlijk iedereen wel accuraat snelheidsadvies in zijn auto heeft. En moet je dat eigenlijk wel willen als overheid? Hè? Dat private partijen dat soort informatie en diensten gaan leveren. Want jij bent toch als overheid verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid op de weg. Dus dat zijn allemaal dilemma's die ook gaan spelen, hè, komende jaren. En die met name ook te maken hebben met die systeemtransitie waar we in zitten, die veroorzaakt wordt door die nieuwe ontwikkelingen. Die tegelijkertijd ook wel heel wenselijk zijn, die ontwikkelingen. Om dat dilemma te kunnen realiseren, waarbij we aan de ene kant wel fijne mobiliteit willen hebben komende jaren, maar aan de andere kant ook wel willen dat het schoon en veilig, et cetera, is. Traditioneel verschillende werelden, die moeten met elkaar dat systeem gaan werken. En ik zei het net al, dat is best heel lastig. Dus als het gaat over de ontwikkelingen van deze nieuwe systemen en de uitdaging, zijn het zeker niet alleen technische uitdagingen. Dan zit het juist ook op die samenwerking, maar ook hoe regel je de security, hoe ga je om met privacy, allerlei ethische aspecten, et cetera. Ja. Toch moeten we ons niet laten afschrikken. Ik ben bijna door mijn sheets heen. Nee, hoor. Bijna, ja. Dat moeten we niet laten afschrikken, want we doen het helemaal niet slecht als Nederland, hè, op het gebied van slimme mobiliteit. Ik weet niet of je deze rapporten kent, KPMG en Ronald Berger, die maken regelmatig een scan hoe het staat met slimme mobiliteit of automatisch rijden. En Nederland staat daar steenvast op 1 of 2. En dat komt dan niet zozeer omdat wij een hele rijke automotive industrie is, maar dat komt met name omdat wij heel goed zijn om dat voertuig in zijn omgeving op een goede manier te laten werken met alles wat erbij komt kijken. We hebben natuurlijk een excellente infrastructuur, zowel fysieke als digitale infrastructuur, maar we hebben ook heel erg mentaliteit om het samen te doen. En dat lijkt juist in deze transitie heel erg belangrijk te zijn. Ja, en tot slot, hè, altijd als het om grote veranderingen en transities zijn, het zijn lang niet altijd de grote conventionele partijen die het verschil maken.
juist ook om die dilemma's die ik schetste, om dat voor elkaar te krijgen, is juist ook veel ondernemendheid en creativiteit nodig. En daar hebben we natuurlijk in Nederland heel veel mooie voorbeelden van. Die ga ik nu niet verder toelichten. Maar ik denk dat daar wel echt de uitdaging zit. En ik denk dat Tech Delta met haar verbindende rol ook heel mooi de link kan leggen tussen de creatieve, jonge, ondernemende, kleinere, startende partijen en de grote, gevestigde partijen die wellicht ook wat meer weten wat de mogelijke barrières zijn waar je tegenaan kan lopen. Hier wou ik het even bij laten, gezien de tijd. Zoals Anita zei, ik kan uren doorpraten hierover, maar daar hebben we helaas nu de tijd niet voor. Nee, ik probeerde al een klein beetje af te remmen, want we lopen wat uit de tijd. We hebben ook een vol programma, zoals je weet. Maar ja, volgens mij een heel mooie overview van de, ook wel de complexiteit en de uitdagingen van de sector. En ik denk een top bruggetje naar, het is een systeemview. We moeten samenwerken om die uitdagingen ook goed vorm te geven. En we hebben daarbij ook wel die innovatieve nieuwe partijen nodig, zoals Amber, Lightyear en je noemde ze allemaal. Of nou ja, lang nog niet allemaal. Ik zag het vraag van Arthur, die pak ik graag offline op. Want we lopen wat uit de tijd en ik wil uiteraard heel graag ook de start-ups de kans geven om zichzelf hier te presenteren. Dus dankjewel, Joël.